morgen. Het is 4:30 's morgens. We staan aan het stadswater. En we gaan een dagje instant karpen vissen. Heel wat anders dan voerplek vissen. Het allerbelangrijkste op dit moment is localisatie. Ik ben hier heel vroeg omdat die behoorlijk gevist wordt. Dat betekent dat ik voor de meute aan ben en hopelijk een goed plekje kan bemachtigen. Ga eerst proberen de karpers te vinden. Dus ik loop even zometeen langs het water, kijk of ik iets zie. En dan neem ik jullie mee op deze spannende dag, hoop ik. En ik hoop dat we een paar karpers kunnen vangen. Nu is het belangrijk om ze te vinden. Omzichtig een paar bolletjes strooien. Wat heel belangrijk is, dat je er niet gelijk handen vol bovenop zo'n azende karper gooit. Een halve bolie links, een halve bolie rechts. Liefst een meter of een anderhalf meter vanaf de vis als je hem ziet. Want ze kunnen heel gemakkelijk schrikken. En die vissen weten precies wat er dan aan de hand is. Dus... ik zie een klein beetje visactiviteit. Ik weet niet of het karper is. Als het karper is overduidelijk, dan heb je dat wel heel snel door. Ik heb er nog niet een heel goed gevoel bij. Ik denk dat het handig is om een stukje gaan lopen en dan weer naar een ander hoekje gaan kijken. Deze hoek ook karperactiviteit. En dat is ook een kwestie van je gevoel een beetje volgen. Ik heb het idee dat de vissen die ik hier zie, ja, iets fanatieker azen. In het vorige hoekje zagen we wel visactiviteit. Hier zien we vooral bellenactiviteit. Veel meer, veel intensiever. En mijn gevoel zegt dat ik hier moet gaan beginnen. Ik ga mijn spullen klaarmaken. Want ik kan het eigenlijk niet afwachten. De karper is er, ze azen. En nu moet ik ze nog zien te vangen. Thank you.
Ik ga verkassen. Helaas hier niks gevangen. Ik ga terug naar de stek waar we vanmorgen als eerste karpers hebben gezien. Hopelijk ben ik daar iets meer succesvol. Maar ik denk niet dat het op deze plek nog iets gaat worden. Het grote voordeel is dat ik licht bepakt ben. Dat is bij het instant vissen absoluut een voordeel. Je kunt snel verkassen, je hebt je hengel snel ingedraaid. Je legt het op de barrow en je bent alweer onderweg naar de volgende stek. Dus dan kun je heel gemakkelijk inspelen op de situaties. Hier zit een karper onder de overhangende takken. Ik leg er even heel sneaky een hengeltje neer. Eerst mijn schep natuurlijk even in elkaar zetten. Van, ik ga ervan uit dat ik beet krijg, maar positief denken. Maar die zat net een karper onder, dus ik ga hier een nieuwe poging wagen. Het blijft natuurlijk een fantastische visserij. Echt jagen achter de vis aan. Niet afdwingen op de voerplek. De vis zoeken, de vis vinden en dan proberen te vangen. Dat is het echte vissen. En dan ben je echt dubbel zo blij met zo'n gevangen vis. Dat kan ik jou garanderen. Heerlijk. Mooi spiegel. Hard werken. Gewoon verdiend, zeg ik jou. Schitterend. Heel erg blij mee. Mooi man. Je ziet het, hè? Vertrouwen houden en dan vervolgens een vis vangen. De opluchting is natuurlijk enorm. Ik ben blij dat ik mijn gevoel ook heb gevolgd.
Ik wil toch iets vertellen ook over die haken die je gebruikt. Curve Short is namelijk een hele betrouwbare haak. Vooral de 6 en de nog grotere maten, als die eenmaal vastzitten, dan zitten ze ook goed vast. Enorm goed houden vermogen. Een lange scherpe punt. Ja, en dat is eigenlijk de basis voor elke haak. Je ziet het. De wind blaast in deze hoek. En hier ook een beetje gebroken boliestrooien. De plek waar ik nu vis, die stek is toch wel behoorlijk verstoord. Zeker met die schuwe vissen hier. En ik heb de hoop dat de wind hier nog een aantal vissen heen duwt, als het ware. Dus ik strooi hier een beetje gebroken boilies. Echt maar, dit is het. Spreid ik een beetje en leg ik hier straks nog een hengel neer. In de hoop hier nog een visje te kunnen vangen. Ik heb er hier een minuut of 15, 20 geprobeerd. Alleen het wordt nu wel heel erg licht. De zon die komt erdoor. En de ervaring leert mij dat dit soort plekjes dan over het algemeen niet zo goed meer zijn. Ik denk dat ik toch de beschutting weer op ga zoeken onder de bomen. Wellicht dat daar nog een karper rondscharrelt. Die geeft me daar in ieder geval meer kans dan hier in de felle zon op dit moment. Als ik instant vis gebruik ik graag attractieve haakaas. Voel weinig bij. Vissen moeten het gelijk pakken. Liefst zo snel mogelijk hangen. Kokos banana van Boliemeister is zo'n aasje wat gewoon super instant is. Heeft een goede smaak. De vissen vinden het lekker. Maar wat volgens mij ook heel erg meespeelt in de instant werking van deze aas is dat hij wit is. Het is gewoon visueel attractief. De vissen zien het ook snel. En dat kan net die extra trigger geven dat ze het wel oppakken of dat ze het iets eerder oppakken. Wow. Gemakkelijk gaat het niet vandaag. Maar ook deze vis ligt uiteindelijk in het net, maar wat voor een. Vis vond zich vast, kregen hem los. Stond zich weer vast, uiteindelijk weer los. En onder de kant wou hij ook nog niet echt meewerken, maar uiteindelijk ligt hij in het net. Maar het is een hele bijzondere vis voor dit water. Die is karpersheftig geweest, jaren geleden vanwege de sliplaag. Die aan het rotten was. Er zijn maar een handjevol vissen overgebleven. En dit is één van de oude originele. Een goudbronzen schubkarper. En daar ben ik zo ongelooflijk blij mee. Dit zijn de vissen die tellen, mensen. Dit zijn de vissen die geschiedenis met zich meedragen. Die een respectabele leeftijd hebben. En dit zijn eigenlijk de targets van dit viswater. Waanzinnig, echt. Ik ben er super blij mee. Ja, hoe gelukkig kun je karpervissen krijgen. Gelukkiger dan dit gaat het echt niet worden hoor, echt niet. Echt waanzinnig. Super blij mee. Dankjewel jongen.
echt mooi. Ja, dit is mooi. Oh. Dat er nog iemand met mij op een foto? Nee, hè? Nee, joh! Ja, dat vind ik ook. Doen die dames ook nog op de foto met Roelof? Roelof Schut. Dat is Roelof Schut. Nee, Roelof Schut. Enzo Knol is passé. Roelof Schut! Kan je een foto maken? Oh, ja. Roelof Schut. Maak ook eentje op. Roelof Schut, dames en heren. Allemaal een euro. Oh, dan betaal ik maar 5 euro. 100 foto's, man. Allemaal fanmail. Hoeveel abonnees heb jij? Nul. Nul? Roelof heeft er 12. Roelof heeft 12 abonnees. Geef hem een nummer. Ik heb 13, man. Kerel. Jij zou nou Roelof schud. Ja, ik nu. Ik heb zet. Geen ruzie maken, hè? Wat vind jij van Roelof schud? Eerlijk zeggen. De beste karpenvisser die ik ken. Ach, god, dat was ik toch, man. Nee, Roelof. Dan vang je ook een betere schub. Oké, Roelof, hier is hij, jongen. Yo.